Ik wil graag tegen de. Op een tijdstip dat u kijkt. Ja. Ik wil ook graag tegen de luisteraars zeggen en de kijkeraars dat het laatste woord aan Marco Robbesom is. Nou ja, goed. En het eerste woord dus ook. Want jouw eerste ding komt van jou. Gewoon bij het begin beginnen. Ja. En dan hebben we het over Erdogan. Ja, en jij zegt dus Erdogan. 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 Daar beginnen we al. Ja. Maar ik heb wel een idee dat... we hebben dat vluchtelingencontract met Turkije getekend. En ik vind dat er een aanvulling op moet komen. Mm-hmm. Vrije visum vind ik geen goed idee. Het wat? Dat de Turken zomaar visumvrij door heel Europa kunnen gaan lopen. Oké, ja. Ik heb een beter plan. En het betere plan, dat is dat wij als Nederland een contract met Turkije gaan tekenen. Dat moeten we eigenlijk in heel Europa doen. Uh-huh. Dat we, maar vooral in Nederland is dat een nijpende kwestie, omdat in Nederland schijnen de meeste... ja, Nederlandse Turken of Turkse Nederlanders, hoe je ze wil noemen, uh-huh, die zijn pro-Erdogan. Wat houdt het in dat je pro-Erdo... pro-Erdo... Han. Erdogan of, ja. Ja, dat Arabisch, die krijgen het niet uit mijn strot, hè? Nee, maar dat krijgen de Turken ook niet uit hun strot. Want die Turks is ook geen Arabische taal. Nee. Dus die hebben ook een accent. Maar goed, daar wil ik het even helemaal niet over hebben. Nee, precies, want jij vindt dus... Maar wat jij dus wel vindt... Ik denk dat ik een goed voorstel heb om een aanvulling te doen op het vluchtelingencontract. Dat we de Nederlandse Turken of de Turkse Nederlanders, die in ieder geval in Nederland wonen, ja, maar pro-Erdogan zijn, ja, dat we hen een vliegticket geven en dat zij naar Nederland of naar Turkije terug kunnen... En dat wij daarvoor, ja, in de plaats, ja, een kritische Turk terugkrijgen. Ja, maar je kan... Je kan in principe passen op persvrijheid in Turkije, mm-hmm, en het vluchtelingenprobleem. We sturen gewoon al die mensen... Die hier zegt, nee, wij zijn pro... Ik vind het... Marco... Allemaal terug, maar dan krijgen wij kritische Turken daarvoor in de plaats. Ja, ik vind het dus wel goed, want we hebben dit voorbereid. En ik ben het eens met jouw plan. Maar ik vind wel een vliegticket plus. Dat ze niet alleen een vliegticket krijgen, maar iets van... ik weet niet wat een vliegticket kost, iets van 400 euro. Als ze geen notenallergie hebben, krijgen ze gewoon een zakje pinda's. Ja, precies. Ja. Zakje pinda's, maar ook dat ze een flesje water kunnen kopen. Nee, maar kijk, dat wordt part van de deal natuurlijk. Hmm. En daar zijn we dus wel van ze af. Gewoon wat je noemt een uitwisselingsprogramma. Ja. En uiteindelijk denk ik dat iedereen daar het gelukkigst van wordt. En want die mensen die het eens zijn met Erdogan, die willen eigenlijk het liefst in Turkije zitten. Ja, maar wat ik er nu... In Nederland zitten, denk ik. Ja, maar mijn punt bijvoorbeeld nu is dat ik ben het dus niet eens met... hoe heet die fan nou? Jan-Peter Ruttenende of zo? Weet je toch, hè? Jan-Peter Ruttenende. Maar die club daarvan... Als je president van Nederland bent, dan moet je soms een spagaat maken. En... Waar Rutte heel erg goed in is dat hij die spagaat van hem heel goed kan weglachen. Hij kan al... Ja. En dan is het goed op de een of andere manier. Ik vind het een talent van hem, hoor, dat hij dat zomaar kan weglachen. Maar, ja. Dus eigenlijk zijn gewoon die Turken die dus wel van hun president houden. Anders dan ik. Maar die houden ook van hun land. En die mogen dus van mij allemaal terug. Maar ze krijgen geen uitkering in Turkije. Tenminste, in ieder geval wordt dat vliegticket daarvan afgetrokken, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Maar ze mogen terug als ze dat willen. En dan mogen ze helemaal pro-Erdogan zijn. Mm. En al die mensen die er tegen zijn, die mogen wat mij betreft allemaal naar Nederland komen. Ja. Want dan wil ik daar nog wel wat strategische dingen mee bespreken. Ja. Maar goed, ik heb toch wel een beetje een klacht.
En dat gaat dus over dat puntje met Hans Teeuwen. Hoe gaat... Hans Teeuwen heeft gewoon weer eens op vragen van een interviewer gereageerd. En hij zegt van, nou, als hij er morgen voor gepakt wordt, dan mag ik als Bravo het toch gewoon erger. Ah. Zullen we een klein stukje naar hem kijken? Een klein stukje dan, want hij heeft me er wel toe geïnspireerd tot dit voorstel. Dan moet je dus wel, even kijken hoor, want nu moet ik mijn audio aan, dit wordt ingewikkeld. Dan moet je even helemaal niks zeggen. Ik heb de audio uitgezet van je computer. Hans Theo. Ja, dit gaat dus echt helemaal, dit gaat dus helemaal niet goed. Als een ontevreden consument. Want ik ken Erdogan nog uit de tijd dat hij een jongenshoertje was in een bordeel in Istanbul. En ik kwam daar regelmatig omdat ik soms ook homoseksuele stom moet afblazen. Ik vind dat heel normaal. En het was gewoon een heel goed, mooi, hygiënisch bordeel. En dan liep je daar rond in een kort jongenshoerenbroekje. En een beetje te lonken. En op een gegeven moment dan ga je verstaggen. Dus oké, ik ga mee met hem naar dat kamertje. Oké, je mag weer. Ik vind deze steen goed hoor, want hij zegt ook van, als die man vervolgd wordt voor dat wat hij gezegd heeft, dan ga ik nog ergere dingen zeggen over degene die hem vervolgt, weet je wel. Bij wijze van spreken wat hij gedaan zou hebben, of hij in 1940-45 geleefd had. Ja, had hij waarschijnlijk de Jodenvervolging aan de kaak gesteld in Duitsland. De Jodenvervolging, ja. En daar zou hij absoluut voor vervolgd zijn. Maar oké, wij hebben het over Erdogan gehad en het plan wat ik heb. Ja. Dat we als Nederland het verdrag moeten sluiten met Turkije. Dat voor elke Turk die eigenlijk terug wil naar Turkije. Ja, maar dan wil ik wel. Oké, dan heb je ze ook weer even. Wij dan wel één op één kritische Turken voor terug. Ja, maar ik wil ook... Komen, dat interesseert ons niet. Ja, maar dan wil kritisch... Ik wil niet crimineel zijn, hè? Ik wil ook kritische Marokkanen. Die vind ik ook de eerstvolgende dan. Ja. Maar, kijk, dat is ook het hele punt. Hoeveel mensen kan Europa opnemen? Oké, dan krijgen we nu het volgende punt. Ik geef het terug naar de show notes. En dat is Ursula Haverbeck. Met CK. Ja, weet je meer van dan ik. Ja, dan gaan we even een stukje naar luisteren. Dan moet je weer even helemaal stil zijn, anders krijg je een enorme echo's. Oké. Doe ik nou de audio van mijn computer aan. En doe ik fullscreen. Gewoon zo min mogelijk zeggen. Ja, maar ik blijf gewoon boeren lullen. Ja, maar dan krijg je echt al, hè. This chance today. Because I have to thank you for so many letters, e-posts and telephones all over the world, really. And it's amazing. Dit is met de weduwe van Duitsland. So many people. Ik doe even de sound uit. Ja mensen, net ging het dus helemaal fout. Met de audio, we kregen ongelofelijke echo. Ik het over de verlichting ging hebben, zeg maar. Ja, de verlichting. En we waren gebleven bij Ursula Haverbeck. Ja, maar daar weet ik dus niks van. Dus daar kan ik ook verder helemaal niks over zeggen.
enige wat ik zeg van, ja, wat was die vrouw dan? Nou, oké, okay, dan gaan we gewoon voorzichtig beginnen. Ursula Haver. Maar laat me niet eerst filmpjes zien. Laat, vertel me eerst We pakken gewoon de images erbij. Als ik daar filmpjes over wil zien, dan weet ik of ik daar de moeite van wil nemen om daar zoekopdrachten op te zetten. Ja. Maar als je me er niks van vertelt, dan is het totaal oninteressant voor mij, want ik weet niks van me. Kijk. En wees blij dat ik redelijk toegeef dat ik er niks van weet. Andere mensen hadden gezegd, ja de kutwijf uit de oorlogstijd. De zwarte weduwe van Duitsland. Maar dat zijn dus dingen die ik eigenlijk niet mag zeggen, want ik weet helemaal niks van haar. Dankjewel. Ben je klaar met je intro? Met welke intro? Nou, voor dit item, ik zal even voor de kijkraars terughalen, maar we zijn bij de show notes. En we zijn bij nummer 2, dat heet Ursula Haverbeck. Dan wil ik eerst nog even een paar vragen stellen. Ah. Is zij de zwarte weduwe van Duitsland? Ik weet niet precies wat dat inhoudt. Kijk, je weet niet wat de zwarte weduwe inhoudt. Ja. De zwarte weduwe, dat is mevrouw Ros van Tonningen. Oh, of zij katholiek is, bedoel je? Nee, of zij gewoon pro-Hitler was. Nee. Niet? Nee. En dat, kijk, want anders ga ik dus dingen verkondigen die niet kloppen. En dat wil ik vermijden. Precies. Wat ze wel is, ze is inmiddels... Wat ze dan wel? Ze is 87. Hoe is je tante? Nee. Zeg je tante, nee man. Nee. Ze is 87... En ze is recentelijk vrijgelaten uit de gevangenis. Want ze heeft 10 maanden gezeten. Waarvoor dan? Zij stelde zich de vraag... als dan die Joden vermoord, vergast, verdingend zijn... Waar? Zij stond stil bij het feit dat als er ergens een moord gepleegd is... Ik moet ook zeggen waar die gepleegd is... Dat probleem heb je ook met Marianne Vaatstra. Marianne Vaatstra is niet in dat weiland vermoord. Dat kan niet. Dus waar is zij vermoord? Je moet eerst weten waar mensen vermoord... Vlakbij in de struiken. Huh? Maar ja, waarschijnlijk wel vlakbij in de struiken. Wat, Marianne Vaatstra? Ja. Ga daar weg, man. Die is in de camper van... Ze zijn wel verkracht en wij zijn wel vermoord gedurende dat op dezelfde plaats... Zijn er bewijzen voor en, ja, dat soort dingen. Als ik vragen kan stellen, kun jij geen antwoord geven. Ja, kijk, en dat punt is met die, wat Ursula Haverbeck gewoon... Want we zien iedere keer die variërende getallen. Het lijkt het weer wel. Morgen 21 miljoen doden in Auschwitz. En dan overmorgen weer 17 miljoen doden in Auschwitz. Het is weer anders. En alles is gewoon... Ik heb trouwens wel een... Goeie morele vraag gehoord, laatst. Mm-hmm. Misschien een beetje, toch gaan we weer een beetje naar onze oude liefde, de filosofie, terug. Mm-hmm. Als Hitler oorlog gewonnen zou hebben, zou de genocide op de Joden totaal goed gepraat zijn. Even een klacht van een van de kijkeraars via de chat. Maar jouw hoofd is niet meer in beeld. Ja, dat komt omdat ik even een jointje zit te draaien. Oh, jij bent zo'n schijn-Mohammedaan. Die zijn drugsgebruik verbergt. Nee. Zij zegt eigenlijk dat zij kritisch genoeg is om te zien... dat een fotootje van jezelf versturen volgens de islam... dat mag niet. Nee, dat doet niet. Waarom zou je dat doen? Ja, nee, dus doe ik het wel. Dus ik ga weer even voor mijn camera zitten. Dan zijn we van die klacht af. Precies. Als kijk. Ik mijn aanspreken kan vinden. Nee, kijk, je bent maar heel klein in beeld. Je bent hooguit 32 bij 32 pixels zo dadelijk. Hoe gaat het effect weg? Zie, dan is het verlichte effect weg.
precies, ja, je verlichting is weg. Hij moet iets harder. Verlichting? Ja. Die staat dan op 100%. Kan ook niet anders. Maar ter afsluiting van... Ik ga toch weer even uit beeld. Uh-huh. Ja, dit is interessant nog steeds hoor. Ik hou even de kijkeraars bezig. Dat mensen. U denkt wel, ik zit te kijken naar een oude vrouw van 87. Ik heb het over mijn verlichting. Ik vind het eigenlijk best wel vervelend. Ja. Want, ik heb natuurlijk andere voorbeelden. Ik zei, het is best wel heel leuk om verlicht te zijn hoor. Ik bedoel, mensen kijken om als je op straat loopt en. Ja. En al dat soort dingen. Ja. En ze vragen wijze raad aan jou. Ja. En dat soort dingen. Ja. Maar in mijn geval, met mijn verlichting, ja, heb ik een klein probleempje. Ja. Als je namelijk naar andere verlichte personen kijkt, uh-huh, dan straalt het allemaal vanuit hun hart. Uh-huh. Mijn verlichting. Ja. Als je goed kijkt, kun je wel zien waar die van mij vandaan komt. Uit je linkerteen. De vrouwtjes vinden het wel leuk. Ja. Oh, joh. Dan wil ik op een van de meest... Jij bent er een raadsel aan het vertellen. Ja, laat me even uitpraten. Ik wil het nou even over de meest vervelende dingen die je hebt als je verlicht bent. Ja. Dat als een vrouw jouw oraal aan het bevredigen is, op het moment dat ze dat verlichte onderdeel in haar mond neemt, ja, zie jij een soort röntgenfoto. Ik wil eventjes van deze opmerking gebruikmakend van mijn echo herstellen. Je bent verlicht vanuit je pik. Je hebt de kippenverlichting gevonden. Ik heb onderbroek aan en gulle dicht. Ben ik verlicht? Ik vind het een. Het stond niet op de show notes. Dat stond niet op de show notes. Want anders had ik me erop voorbereid. Het is toch even een statement wat ik wilde maken. Ja, nee, ik begrijp het. Nee, totaal. Nou kan ik dat lampje ook gewoon weer uitzetten. Ja. Dan krijgen we nu nummertje 3. Poetin, het algemeen. Die Poetin. Eigenlijk had het moeten staan in het algemeen, denk ik. Nee, maar... Maar Poetin het algemeen vind ik eigenlijk ook wel goed, hoor. Nee, maar in Frankrijk doen ze moeite... Uh-huh. Om meneer Poetin... Poetin, is dat in het Frans? Hoer. Niet, dan noemen ze hem Poetin. Ja, een hoer. Poetin betekent... Poetin. Is hij dat geweest? Ja, toen neukte die oude omaatjes. Maar het kan ook zijn die iemand zijn die heel erg veel op hem lijkt. Ik dacht al wat. Maar ik ben wel... Er is een, laat ik het zo zeggen, als ik wat over Poetin mag zeggen. Er was een tijd dat ik nog iets geloofde of zo. In die man. Ik denk van, hij bedoelt het in ieder geval goed, weet je wel. Maar en toen zag ik hem op bezoek gaan bij de paus. En toen dacht ik, oh nee. Oh nee. Dus in die zin was Poetin, Vladimir Poetin, voor mij een teleurstelling. Nee, maar wat Poetin dan wel volgens mij voor elkaar heeft gekregen, dat hij een heel oud probleem uit de wereld heeft kunnen helpen tussen de paus en de orthodoxe kerk. Ik dacht dat jij en ik vriendjes waren. Ja, nou is de paus ook los geweest bij
Ik dacht dat jij en ik ik dacht dat jij en ik vriendjes waren. En we hielden allebei toch niet van religies? Nee. Dus? Nee. Dus? En ga je nou lopen heulen dat de Russisch-Orthodoxe kerk gaat lopen heulen met de katholieke kutkerk? En dan is al de kindermisbruik, dat doen we allemaal niet meer aan. Flikker erop. Nee, want ze zijn allebei, in ieder geval katholieke kerk is op sterven na dood. He, dus de paus krijgt ook steeds minder te zeggen. Mm-hmm. Dat stond ook niet op de show notes. Wat zei je? Dat stond ook niet op de show notes. Poetin stond op de show notes. Ja, maar als je het voor Poetin hebt, heb je het gewoon over de katholieke kutkerk. Wat zou jij ervan denken? En dan heb ik het niet alleen over Poetin, maar dat als Poetin en Trump samen die twee landen moeten aanvoeren. Ja. Heb je dat een goed idee? Ja, ik geloof in zelfredzaamheid. Ja, je moet niet bang zijn soms afhankelijk te zijn van vreemden, weet je wel. Hoe heet dat boek ook alweer? Sweet Car Called Desire, ken je dat? Nee, maar ik ken wel de titel. Ja. Dat is een verhaal en dat gaat over... Ja, ik zou bijna zeggen van toen ik het las, ging het voor mij over een stelletje krakers. Aha. En hun kraakbal was een trim. Ja, hoe noem je dat? Uh-huh. Een trimwagon. Uh-huh. En daar gebeurde van alles. Ja. En seks. En, zij waren getrouwd en hij ging vreemd en zij ging vreemd. En... Oh. Niet zo'n goed idee. Hey, vreemd gaan, dat is meer iets voor de goden. Voor de mensen die helemaal onthecht zijn en het spelletje spelen hier op aarde. En die kunnen gewoon vreemd gaan wat ze willen. Ben je nou een beetje een naïveling uithangen, weet je wel? Kom op, zeg. Hoezo? Even voor mensen gevoelig zijn voor verleiding. De verleiding zit hem in... In precies datgene, verleiding eigenlijk. Ja, ja. Want dit is nu even spannender dan dat. Ja, daar heb ik mijn kinderen wel mee, maar... Ja, kijk, een van de eigenschappen van een psychopathische mensen... is dat hij vooral mikt op de korte termijn. En geen rekening houdt met de lange termijn. Ja goed, maar dat wil niet zeggen dat we de psychopathische mensen moeten volgen. Want ik heb er helemaal geen zin in, Marco. Zeker nog. Ik denk liever aan de lange termijn. Tegen als we dat zouden doen. Hmm. We moeten wel een beetje ons rust bewaren. En dingen wat meer op de langere termijn zien. Mm-hmm. En zodat we op die langere termijn... Ja. Voordeel uit kunnen halen... Oh. Exact, want zo zei Jezus ook van... Maar dat is al een soort super psychopaat die dat zegt. Ja. Jezus was in principe een super psychopaat. En Jezus niet, maar God wel. Die nog meer. Nee, kijk, Jezus was maar een mens. Tenminste, ja. Bestaan heeft. Voor zover, maar goed, daar hoeven we helemaal geen ruzie over te hebben, want het maakt niet uit. Maar wat zeker is, dat de katholieke kutkerk, die heeft een enorme hoeveelheid geld verdiend aan Jezus. Ja, zeker. Maar, kijk, dat komt omdat tempels, dat waren eigenlijk de eerste banken. Dat ook, maar ze hebben ook de religie. Dus het Latijns, het krediet, het woord krediet komt uit het Latijns van credere, of credieren of zo. Het heeft te maken met geloof. Geloof?
Ja. Kunnen we ermee betalen? Ja, en waar wij echt als. Mee stoppen, en nou, waar. En dat geloof, is het geld niks meer waard. Dat is hun uiteindelijke doel. Maar wat ze als eerst. Geen ruilmiddel meer, weet je wel. Dus dat is best wel een moeilijk punt. Het punt is en blijft dat ze hebben dus dat Jezus geloof. Dat was heel aansprekelijk voor de empathische mens. Omdat Jezus zei, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Maar je weet ook dat Jezus al meer gezegd heeft. Ja, en dat gezeikte moet er een keer afgelopen over zijn. Ik bedoel, Jezus heeft letterlijke citaten uit de bakken van Gita overgenomen. Ja, waar denk jij dat Abraham de mosterd haalt? Ja, in de Bijbel, letterlijk zo, als in de bakken van Gita. Ja. Dat ik hier niet ben om vrede te stichten. Ik ben hier om vuur te werpen. Dat ik hier ben om broeder tegen broeder op te zetten. Ja. En moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Ja. Nou, dat heeft Jezus onder andere gezegd. Ja. Dat klopt toch? Doe niet zo gek. Ja. Het is een beetje hard gesteld. Was hij toch een lieve, vredelievend... Absoluut. Heb jij... Er zijn... Hij heeft een paar dingetjes... gedingest. Maar dat was het ook. Er was een gedoe met dat zijn ouders... die wilden terug van Jeruzalem... en hij had zoiets van fuck you. En had hij niet eens zijn moeder eventjes ingelicht... maar gewoon die oude mensen laten vertrekken met de karavaan. En meneer Jezus, die zat gewoon lekker in Jeruzalem in de tempel... te ouwe horen met de priesters. Dat is niet zo vriendelijk. Dat is niet vriendelijk. Ik zie in het verhaal van Jezus, als je dat dan ergens staat... dat hij geboren is. Hè? Ja, dat weten we allemaal niet, dat is niet zo belangrijk. Maar gaan we door. Bakkie vol met stro, dat is iets waar mensen uit Brabant wel iets van begrijpen. Mm-hmm. Is ik wat geboren in een bakje vol met stro? Mm-hmm. Ja, maar wie was zijn vader nou eigenlijk? Jozef, zeggen ze. En dat was een timmerman of een architect. Nee, Maria had een onechtelijk kind. En desondanks is Jozef met haar getrouwd. Nee, Maria heeft Jezus onbevlekt ontvangen. Onbevlekt. Onbevlekt. En onze Limburgse zegt, en daar geloof ik in. Ja, dat wist maar wat je eronder verstaat. Dat Maria was een... Nee, maar kijk, ik kan ook wel... tegen een jonge maagd aanlopen en vooral als zij onschuldig is en niet van de wereld weet, zeggen van ik ben een engel van God en ik ben gestuurd om jou een kind te brengen. Dan maak ik dat verhaal toch een stuk eenvoudiger, hè? Ja, het punt blijft dat wat Jezus gezegd heeft. Als was het maar een mythe, I don't even care. Maar wat hij gezegd heeft, dat klopt. Wat? Nou, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Ik vind de Engelse versie van James. De King James, 1611. Beter. Do not unto others what thou dost not want to do them unto you. Dat klinkt meer als Confucius, hoor. Doe anderen niet. Zijn wat jij niet zou willen dat ze met jou zouden doen. Oké, zullen we even de battle doen? Je kan meekijken. Ah, nee, maar kijk, dat vind ik op zich best een goede uitspraak. Ik vind dat voor de algemene moraliteit. Dan mag dat voor mij een Bijbelse oorsprong hebben. En deze uitspraak zeker wel. Ik kan meekijken. De hele moraliteit van de Bijbel moeten overnemen. De manier waarop hele genocides zijn vergroeid. Niet zo zeuren, maar kom op. En in het Nieuwe Testament eigenlijk ook niet
niet verder over gesproken wordt. Hier. Dat is een moeilijke punt, weet je wel. Ja. Kan je meekijken, Marco? Wat? Wil je op je Skype kijken? Oh, nee, maar dat... Dit is Matthäus. Dit bedoelde ik. Onto others, but nee. Would not want to... Ja, nee, maar doe niet naar andere mensen wat jij niet wil. Dat zei Confucius, maar wat hier staat, judge not that ye be not judged. Dat kan je erop zien. Ja, nee, dat is ook best wel een goede, dat zijn wel uitspraken, hè, die ik als atheïst zelfs ook zou overnemen. Uh-huh. Ik denk van, ja, oordeel niet opdat je niet veroordeeld worden. Ja. Hè, ik bedoel, en dat doe ik ook zo min mogelijk. Hè, ik probeer zelfs... mijn woorden aan te passen aan een modern soort uitspraak, dat je sommige woorden wel of niet zou kunnen gebruiken. Ja. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje een burgerzichterij. Ja. Want als iemand mij hippie noemt, dan mag ik hem ook noemen wat ik wil, weet je? Ja. Absoluut. Ik geef het terug naar de show notes. Ik vind namelijk juist dat een beetje kwijtgeraakt. Oh. En omdat bepaalde dingen niet meer mogen zeggen, hebben we ook steeds minder respect van elkaar. Ja, beter kan je maar een grote bek hebben. Ik gewoon zeggen van, hé, kankerturk. En de kankerturk zegt van, hé, ja, appie. Heel vervelend. Ik heb wel een... Hier zit een stukje tabak, heb ik ingescand. Heb je het ook zien? Ja, er heeft een stukje tabak op dat papiertje gezeten. Maar even door naar puntje 4. Geen klachten. Ja, ik wou net zeggen, we zijn al heel erg afgedwaald van de show notes. Precies. Dus puntje 4, en dat was jouw punt. Geen klachten over buitenlanders. Want ik begon over buitenlanders en toen zei jij, nee, daar heb ik geen klachten over. Jij stelde mij een vraag of ik klachten had over buitenlanders. Dat is een hele actuele vraag, toch? Nee, maar persoonlijk. Ja, persoonlijk? Nou, ik kom ze wel tegen. En ik kom ze tegen thuis. Ik kom ze tegen, het zijn mijn buren. Het zijn mijn mensen die ik tegenkom in de stad. Ik heb er weinig klachten over, eigenlijk geen enkele. Maar dat zijn dan wel toch bekenden van me op de een of andere manier. En ja, dat is best wel lastig als daar nieuwe mensen bij komen, zeg maar. Ja, precies, want die ken je dan niet. Er zijn geen bekenden van je. Dus als we weer een nieuwe mensen. Nee, maar oké. Aan de ene kant ga ik graag met bekenden om. En aan de andere kant wil ik ook wel graag nieuwe mensen leren kennen. Ja. Maar dat wel vanuit een... hoe moet ik dat noemen? Ik wil dat een beetje als een onschuld zien, zeg maar. Hè? En dat is wel iets wat... waar mensen een beetje moeite mee hebben. Aha. Nee, dat is... Hoe belangrijk is deze wereld eigenlijk? Jij en ik zijn daar wel over eens, denk ik. Ah, nee, ik denk ook niet dat jij een boomgordel omdoet om jezelf op te blazen. Want daar vind je je wereld weer te belangrijk voor. Ja, want ik zou hooguit als kromme leendert mezelf verdrinken. Je weet daarmee ook dat je daarmee het uiteindelijke alleen maar uitstelt. Dood ga je toch. Ja, en de hoopvolle boodschap is dat we hier zijn om te dienen. Oh, jij wil een hoopvolle boodschap? Ja. Hoopvolle boodschap is... tussen je geboorte en je dood, mm-hmm. je eigenlijk alles kunt flikken wat je wil, mm-hmm. want je
vlak voor je dood, volgens bepaalde religies, tot zinnen komen en vragen aan die imaginaire vriend die niet bestaat van vergeef me, en dan is alles goed. Ja, het is een... Het ding blijft natuurlijk dat je moet je ongeluk vermijden. En dan kom je uiteindelijk toch terug op empathisch gedrag. Dat is een andere natuurwet. Mm-hmm. Dat heeft te maken met de behoud van energie. Ja. En hoe je het ook wint of keert. Maar ik heb dat zo vaak meegemaakt. Ik heb het ook andere mensen verteld. Die hebben het bevestigd. Als je iets over jezelf zegt dat je nooit zal gebeuren, dan roep je op jezelf af dat ooit een keer gebeurt. Ja, want je bent ermee bezig. Ja, ik ben niet van de Secret of zo. Hè? De Secret die zegt echt dat het boekje van The Secret. The Secret, ja, nee. Dat ken je nog wel, toch? Ik ken dat verhaal. Daar geloof ik echt niet in, hoor. Dat is gewoon... Ja, maar ik vind het ook heel leuk. Ik ben laatst ook op zo'n groepje gestuurd. Oh? Die noemen zichzelf non-dualisten. Oh? Oh, die hebben een heleboel filosofie of India... Hoe het is om je ego weg te gooien. En je kent dat veel bla bla wel weer. Ja. Uh-huh. Ik dacht heel even van, die jongens die hebben wel wat, of die meisjes. Uh-huh. En er zitten een paar leuke meisjes tussen. Ja, ze sturen altijd die meisjes op evangelie. Evangelie, ja. Nou, evangelie. Misschien is het dat. Mm-hmm. En dat daarom ook, nee, maar daarom, dat daarom ook al die moslimmeisjes van die hoofddoekjes dragen. Mm-hmm. Eigenlijk is dat best wel geil. Als je er niet onder mag komen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik denk het wel. Ja, ik wil het er gewoon niet... Je begon al eerder over orale seks. En in principe moet het ook deze uitzending bedoeld zijn voor achtjarige... Vaginale seks. Als je verlicht bent. Achtjarige Mohammedaanse jongens. Verlichting weer even aanzetten. Want ik kan hem wel aan en uitschakelen. Dat vind ik wel weer tof van mijn verlichting. Wat trouwens, waar is je beeld trouwens gebleven? Ik heb je niet meer in beeld. Wacht even. Nou ben je weer in beeld. Precies. Ja, en geen klachten over buitenlanders. Daar heb ik erachter geschreven. De dood van illuminatie. Ja, nee, maar ik zie nog steeds twee kruisjes bij Poetin in het algemeen staan. Hoeveel mensen willen naar het Rusland van Poetin? Ja. Ja. Dan zijn wij over Poetin uitgepraat. Want hij doet geen dik shit. Voor welke vluchteling dan ook. Ja, maar niet. Hij stuurt alleen... Hij gaat op bezoek bij de paus. Hij stuurt gewoon eens een keertje wat straaljagers naar een NAVO-oefening bij Letland. Ah. En om een grote bek te hebben.
Oké. Welke fascisten zijn wat? Fout. Ja. Die zijn absoluut fout. Punt 5, hè, daar waar we het over gaan hebben. En nu gaan we het eigenlijk best wel diep. Uh-huh. En want dan gaan we, als we elkaar gaan uitschelden, uh-huh. dan heeft iedereen het fout, denk ik. Nou ja, zie je dan. Terug. Ja. Jij komt uit de andere kant. Ja, precies. Nou ben je vol in beeld. Ik word een beetje verward. Ik moet naar het kleine dingetje kijken. Dan red ik het wel. Maar goed. Blanke fascisten. Want ik heb zelf meer de pesttekenen aan van die zwarte fascisten. Jij vindt blanke fascisten, ja, dat is kutter. Ik heb gewoon een pesthekel aan welke vorm van racisme dan ook. Fascisme had het over. Fascisme. Fascisme, racisme, feminisme, al die dingen die andere mensen uitsluiten voor een leuk feestje. Uh-huh. Daar heb ik wat bij. Want ik heb liefde bij het feestje. Ik pak er eventjes eentje bij. Louis. Ja. Oh, ja, ik heb hem. Ben je er nog? Ik heb hem van me meegekregen. Ken je deze man? Nee. Nooit van gehoord, nooit gezien. Hij is van de Nation of Islam. Keert hij terug in mijn dromen? Want dan heb ik zijn gezicht wel gezien. Ja, er is een theorie die zegt. Uh-huh. Of de theorie is op of een hypothese, weet ik niet. Uh-huh. Maar dat ik het zeg, dat is een hypothese. Uh-huh. Dat je alleen maar droomt uh-huh. om de mensen die je gezien hebt. Uh-huh. Maar dit is dus een. Ik heb daar toch een bezwaar tegen. Dit is een Adolf Hitler met een kleurtje. Nee, joh. Nee? Nee, ik kan het je bewijzen, hoor. Dat kost je wel eventjes, moet meneer de rechter, zijnde jij, wel even 2 uurtjes gaan zitten, dan zal ik het je bewijzen. Ik ken de 164 gezichten. Deze man is echt heel erg lelijk bezig. Oké. Dat is net zo eentje als toen je me ooit eens vroeg voor... Kijk eens naar dit filmpje uit de jaren, dat was het, 70, 80? Ik weet niet meer, waar was het dan? Het schandaal van dat weeshuis en al die jongetjes die waren misbruikt. Ja. En het gaat maar door. Ja. Oké, terug naar de show notes. Nee, hij is dus net zo fout. Ik heb niet veel respect voor zijn optreden. Nee, maar jij hebt ook wel weer iets, dan laten we terugkeren tot onze show notes. Uh-huh. Nee, want ik zie dat jij extreme dingen hebt gezien. Uh-huh. En dat is op zich, daar kun je dramatisch van worden. Maar wij maken de show notes van, we hebben het erover. Ja. Dus, Winston Churchill. Nee. Hebben we daar nog niet? Nee, we hebben nog feministen. Feministen. Daar kan ik maar één ding over zeggen. Feministen zijn gewoon vrouwelijke seksisten. Dus in plaats van dat wij, hoe noemen ze dat, male chauvinistisch zijn. Ja. Wij zijn female chauvinistisch. Ja, dicks. Ja, dus ja. Kom, we zullen eventjes, even voor de kijkeraars. Doen we feminist. Veel. En dan 2016. En kijken wat het eerste filmpje wordt. En dat doen we gewoon zonder audio. Ik denk dat het gewoon genoeg is. Ik ga even kijken. Voorlopig is het een leuk filmpje. Ja, dit ziet er leuk uit, hè? Ja, die vlag is ook leuk. Ja. Een wietvlaggetje in Amerika, dat vind ik
Ja. Dat vind ik wel een heel goed idee. Het lijkt Walt Disney wel, man. Een soort Walt Disney ja. Paleis. Ja. En daar vliegt een vliegertje om me heen. Ja. Dat zie je. Dit is wel super lachen. Ja, maar ja, wat zie je nog meer? Hey, hoe hebben ze dit gemaakt? Dit is, deze toch nog maar eens met de juiste audio sturen. Ja, dat was het een of andere. Ik hoor jouw geluid alleen maar via de telefoon, hè? Ja. Ik ga even verder, dan gaan we even naar de fails kijken. Kom op, dus gewoon volhouden. Kom op. Nee, maar ik weet dat in het originele filmpje heb jij gewoon het originele audiogeluid van dit filmpje erbij zitten. En ik zit er maar gewoon heen te lullen. Dat is toch ook leuk? Je zei van, ja, maar dan heb je een mengtafel voor nodig. Ja, dat is misschien best wel een goed idee. Nee, als jij je mond houdt, jij moet gewoon nu stoppen met praten, dan kan ik de audio aan doen. Ik ga gewoon even doorlullen, want dan laat ik je meteen inzien waarom het zo is, dat je op mijn stem gewoon een... Kijk nou eens wat leuk! Hier, kijk eens wat leuk. Schoolklas. Ja, en die dames komen heel bij een opstand. Geweldig. Kijk eens, allemaal rood over hun huid smeren. Blood on our hands. Deze dame, ja, die dame daar, ja, je ziet ongeveer wel hoe ik vanuit die hoek haar aanwijs. Is dat kut. Ze heeft een lekker pijpbekje. Het is absoluut, dat wil ze niet horen. Oké, okay, nou weer eentje. Kijk, deze heeft wel goede titel, vind ik. Voor een feministe. Met goede titel. Maar ik geloof helemaal niet in feminisme. Ik vind het echt... Nee, ik geloof helemaal niet in leugens. Ga eens even terug naar de vorige pagina. Want dat is... Wat? Dat is ook nog zo iemand. Wat, hier? Hier? Nee. Dat is heel kort even, die man met die baard. Oh. Je duurt even zo die rode baard. Deze. Als ik pech heb, zie ik er twee.
beetje in ontwikkeling. Mm. Bizar hoor. Terug naar de show notes. Ik weet dat ik bizar ben. Winston Churchill. Als je het hebt over bizarre mensen, dan heb je het over Winston Churchill. Hoor. Winston Churchill. Jezus, mijn Christus. Dat was... Winston Churchill. Als je dat zou begrijpen, die uitspraak van Winston Churchill. De nieuwe fascisten. Zullen de antifascisten zijn. Tuurlijk. Was ook ik met Wim Bulsink. Even voor de luisteraars, ik ben Perry Winkel. Ik praat met Marco Robbersom en we hebben het nu over Wim Bulsink. Was even interruptie voor de luisteraars, ja. Maar ik was met Wim Bulsink op vakantie naar Finland, naar ons vakantieadres. En hij zat een boek te lezen, het was een biografie geschreven door een of andere kuthomo. Over Winston Churchill. En Wim, helemaal Wim Bulsink dus. Ik wil met die gast gaan praten, met die kut aan. Ja, goed, maar... Met mij kan vertellen waarom mijn richting anders werkt dan die van Jezus, want die kwam uit zijn huid. Van de Mohammed, die kwam uit zijn huid. Van Boeddha, die kwam uit zijn huid. En die van Krishna, die kwam uit zijn huid. En die van jou? En die van mij ligt dus op een andere chakra. Bij je Svadhisthana. Oké. Want de onderste is de Muladhara. Ik hoop dat ik hier eens mee duidelijk gemaakt heb. Oh. Anders moet ik dat hele filmpje opnieuw doen. En dan moet ik het zelf maken. Nou, je moet roeien met de riemen die je hebt. Ja. We waren bij Winston Churchill. Winston Churchill? Ja, en Wim... Waarom hebben wij die erin staan? Omdat jij erover begon. En ik was op vakantie... Ja, dat zei je net al. En ik was op vakantie... Ja. En wat Wim mij heeft verteld, want die las een biografie van Winston Churchill. En daar stond gewoon in wat ik al die tijd al beweerde. Ja, en daarin stond dus dat Winston Churchill, het was een van de aanstichters om de economie van Engeland helemaal omlaag te brengen. Namelijk door de geldtoevoer terug te brengen. Aha. Heb je meegekregen? Kun je hem hier terugsturen? Die boer? Ging het lied? En Winston Churchill, die bracht dus... Sorry, is er opgenomen? Ja, Winston Churchill heeft er aan meegewerkt om de geld te voeren. De geld toevoer naar de Britse economie terug te brengen. Nee, nou, dan moet ik even het piekbeeld voor even toepassen. Dat zijn die draadjes. Dat doe ik zelf, sorry. Ik ben weer even niet gelukt. Hoor je mij nog? Hoor je me nog? Natuurlijk hoor ik je nog. Ja. Maar goed, jij bent dus net als de rest van de mensheid in die zin dat jij wil geen lelijk woord over Winston Churchill. Winston Churchill was onze hoop en redding. Het was de allerfijnste man. Eén van de
fijnere mannen. Winston Churchill is ons hoop en verlangen. We will fight on the hills. We will fight on the beaches. Jij bent bereid om Winston Churchill aan zijn eikel te likken. Al was het alleen maar omdat je dan toch een beetje orale seks krijgt. Hé, hey, dat was wel een mooie monoloog, vond je niet? Ik vond het een hele mooie monoloog en daarom zeg ik ook, misschien moeten we er wel samen een boek over gaan schrijven. Ja. Van de wereld volgens Churchill? Ja, volgens de BE. Ik denk dat je er sowieso een carrière van kunt maken. Als ik dingen gaan opschrijven die ik niet tegen jou vertel. Dat in die muziek of ik denk dat ik wel wat lijstjes krijg. Wat ik wil, en dat wil jij ook, is dat mensen verlost worden van hun last. Iedereen voelt zich ontzettend schuldig. En we hebben dat oude medicijn. Maar ja, je moet je niet schuldig voelen, want Jezus is gestorven aan het kruis. Ja, maar dat was een oud medicijn. En inmiddels heeft het virus zich aangepast. Nee, maar goed. Moet je de ene generatie van het koraalrif aanreiken dat de volgende generatie in de oorlog zelf raakt? Nou, in principe. Ik denk dat er wel iemand is die dit een leuke uitspraak vindt. Ja, je hebt naar mijn mening ongelijk, maar je hebt wel een punt. En dat moet bestreden worden. Want wij mensen die stijgen uit boven onszelf. En met ons valt niet te piemelen. Ja. Ik kan nu naar jouw woning komen en we maken een bom. En we doen allebei een bom. We doen het niet natuurlijk. Aan de ene kant stijgen we uit boven onszelf. En aan de andere kant gebruiken we meer energie dan we nodig hebben. In mijn geval vraag ik mij dat af. In het geval van Al Gore. Al Gore heeft 5 villa's of zo. En ik weet niet hoeveel werksters. En die zit een beetje te barbecuen, whenever he likes. Wanneer hij dat maar leuk vindt, wanneer het hem uitkomt. Al Gore. U bent een roker. U mag niet roken. En ik zeg hoezo. Want wat is het verschil tussen het laten groeien van een plant die CO2 opneemt. En ik rook gewoon een shaggy van diezelfde plant. Ik moet toch meer naar die handen gaan kijken. Ja, jij moet goed werken in je performance. Je hebt mijn spiegelwerking omgewerkt, hè? Ik hou je altijd voor de gek. Ja, nee, maar ik vind het op zich best wel leuk. Want dan kom ik bij jou tenminste ook weer over zoals het moet. Ja. Nou, Winston Churchill hebben we nou al gehad, denk ik. En dan moeten we nu terug naar jouw favoriete onderwerp. G.B.J. Hitlerman. Oh, G.B. Hitlerman. Hitlerman, ja. En, oh ja. Nou, moet ik nou, sorry, dan moet ik een blikje pakken om jou, tenminste... Ja, ik heb hier geen... Ik heb in ieder geval, als ik iets op Google had... Oh, meneer de clown. Ja. Ah, oké. Doet hij het? Hallo fans. Hallo fans. Hier is meneer. In zijn jaar. Nee, maar die man, die Hitlerman. Die Hitlerman. Ja, in zijn tijd. Geniaal. Van de toestand van de wereld en allemaal zo vertellen van. Maar wat ik zeg, in zijn tijd geniaal. Ja.
En het absoluut niet hebben over de paus. Ik kan natuurlijk zeggen dat hij het helemaal verkeerd had. Maar... Ja, dat, ja, natuurlijk had hij het helemaal verkeerd. Maar nee, John F. Kennedy... Nee, waar het eigenlijk om ging, niet over meneer Kennedy ook, maar is dat hij eigenlijk het standpunt overnam van meneer Luns. Ja. Die was de minister van Buitenlandse Zaken. Van de NAVO. Ja. Die was gewoon, ja, de secretaris-generaal van de NAVO. Ja. Ik noem hem de NAVO. Ja. Je kan beter volgens mij tegenwoordig van de ISIS zijn. Heel mooi gezegd, Marco. Nee, maar ik wens hen ook een prettige reis thuis. Want die anders zijn. Het samenleven heeft iets te maken met levensraam. Want jij hebt ook. Want jij hebt levensraam. Jij hebt een hok. Nee, maar levensraam, dat is iets wat je zelf maakt. Uh-huh. En daar hoef je niet voor naar Rusland te gaan. Dat kun je ook gewoon in je eigen woonkamer creëren. Ja. Dat is gewoon het punt dat je je eigen leven kunt leiden. En dat is wat het is, man. Goed gezegd. Ja. Ik denk dat we nog wel een hele hoop te botsen hebben, maar zullen we dat de volgende keer doen? En wij zijn botsende ego's en dat is ook terecht. Daarom denk ik ook van ja, dan mag ik hem ook gewoon zelf aanzetten. Dat doe ik zelf ook gewoon. Dit is een mooi moment om afscheid te nemen. I grow wings, man.